Een hele goeie. Goedemorgen. Welkom bij deze vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. Ja. En je ziet het goed, het is bij ons zaterdagochtend 7:30. In de ochtend zijn ze alle vier. Allemaal mooi. Borstspelletje aan doen. Wat is dat voor een borstspel, Lucilla? Ik weet niet hoe het heet, maar 1, 2, 3. Ik moet nog even... Boodschappenspel. Het boodschappenspel. Dan moet je dobbelsteen zo gooien. Ja. En je gaat hier op zien. Jij moet druiven, dus waar zijn druiven? Daar zijn druiven en dan kan je beter zo gaan, want dan heb je meteen niet zo. Want dan heb je geen vier stappen. 1, 2, 3, 4. Dan heb jij gewonnen. Nou, we hebben al bezoeken uit Engeland, maar die slapen nog lekker uit. Ja, we hebben een lange reis op de veerboot gehad. Schat Iris en onze neefje en nichtje, die komen straks. Ja. Noah, Luxie heeft gewonnen! Hip hip, hoera voor Luxie. Nou, kijk vandaag weer gezellig met ons. Nee. Toten. Nou, wat zullen jullie dan doen? Luxie, je hebt ze er bijna allemaal in. Ja, ik kon er niet meer in, omdat hij... Hé, hey, Luxie heeft ze allemaal in, mama. Deze kan je niet meer doen, deze kan je niet meer doen. Nou. Maar, eerst denk ik niet. En nou mag Lusjes, hè? Lusjes? Ja, probeer die maar. Pa. Zij zegt Lucilla en Lusjes maar zo meteen, hè? En noem een mannetje hand. Ja, bingo. Goedemorgen, Kuit en de Nai. Oh. Lekker geslapen. Hm? Dan maar weer lekker spelen, hoor. Leuke Lusjes. Heb je lekker geslapen? Ja. Is hij ook wakker, hè? Waar? Ja, heeft hij hier geslapen? Zijn ze er nog steeds? Dus je denkt, hé, ze zijn er nog. Ja. Ik denk, my one phone. Oh. Wat wil je laten zien, Luxie? Luxie wil wat laten zien. Oké, we moeten goed opletten. Ja, een poppetje, die zet ze onder de rode. Dan gaat ze een beetje husselen. We zien nog steeds de rode. Ja. Hij zit onder groen. Nee, onder rood. Nee, dan zit hij onder. Huh? Ook niet, oh, daar is hij weer. Het is gezellig, alle Pietjes zitten aan tafel. Want vandaag is de Sinterklaas intocht. Ja. Dus daar gaan we straks naar kijken. En misschien dat we straks ook nog eventjes naar het dorp gaan. Om te kijken of daar Sint aankomt en Piet kunnen spotten. Maar eerst even lekker... een ontbijtje eten. Goedemorgen allemaal. Vanochtend heerlijk lekker gechilled met alle kinderen. Ook aan de tafel gegeten. Zo gezellig. We hebben nu dus gewoon 6 kinderen in huis. Zoals jullie in de vlog van gisteren hebben gezien. Voor degenen die niet hebben gezien. Tante Iris met ons neefje en nichtje is dus bij ons logeren dit hele weekend. Ze zijn gisteren aangekomen. Gisteren super gezellig gehad. Ook nog buiten de vlog om natuurlijk. Gisteren filmavondje gedaan met alle kinderen. Ook heel erg gezellig en fijn. Vanochtend lekker uitgeslapen. Vandaag is een leuke dag. Een hele bijzondere dag. Want Sinterklaas gaat aankomen. Jullie hebben het natuurlijk vorige week al gezien. Maar wij lopen een week achter met onze vlogs. Dus voor ons gaat hij vandaag aankomen. En dan mogen ze allemaal vanavond voor de eerste keer hun schoen zetten. Voor de eerste keer dit jaar hun schoen zetten. En eigenlijk ook voor de eerste keer Danai en Kuit schoen zetten. Hier in Nederland. Want hun komen dus uit Engeland. Ze zijn dus Engels. Ze hebben een Engelse vader. En tante Iris is dus mijn zus. Mijn jongere zus. En ja, hun hebben in Engeland natuurlijk niet het hele Sinterklaasfeest. Zoals wij dat in Nederland kennen. Des te leuker zijn ze nu dus hier. Nu Sinterklaas aankomt. Dus ze zijn nu lekker ook in de pietenpakjes. Vanochtend ook was ze... De Nij dacht dat ze Sinterklaas was. Ze zei, ik is Sinterklaas. Ik is Sinterklaas. Ze hebben de kinderen uitgelegd. Nee, met Piet. Sinterklaas die gaat vandaag aankomen. Dus superleuk dat ze ook een pietenpakje aan hebben gedaan. En lekker met z'n allen aan het spelen zijn. Ze zijn nu boven op de zolder aan het spelen, zoals jullie kunnen horen. En gaan we vanmiddag dus het centrum in om te kijken of we Sinterklaas kunnen zien. En ze mogen dus vanavond een schoen zetten. Ook daarna in Kuit mogen dus een schoentje zetten voor hun. Dus hun eerste ervaring met het schoentje zetten. En dat is een beetje het weekend en de dag die we vandaag gaan beleven. Ik ga eens even kijken waar ze allemaal zijn. Lusjes die is daar
met zijn karretje aan het spelen. Ik was nog heel even bezig met afruimen en de vaatwasser inruimen. Ga ik zo even mee verder. Maar ik dacht, ik update jullie heel even in de vlog. Voor degene die de vlog van gisteren niet helemaal hebben gezien. Dan snap je een beetje wat we vandaag gaan doen. En ze zijn nu boven aan het spelen. We zijn vader en moedertje aan het spelen en Pietje aan het spelen. Dat Luc zien we. De Piet is. Kijk. Luxie speelt de Piet. Heeft de Piet wat in jullie schoenen gedaan? Ja, kijk. De nui. Waar is de baby? Zit daar. Waar is de baby? Kan je de baby pakken? Ze snapt het denk ik niet heel erg goed. Kijk, de baby. Dus daar zit er in jouw schoenen dan. Zit er een klein cadeautje in de schoen van de baby? Dit zijn mijn Barbies. Mag ik erbij komen? Ik wil het jou zien. Lucilla, Luxie, die was voor Piet aan het spelen. Hè? Die had er wat in gedaan. Danai is dus ook 5 jaar. Ja. Die is net zo oud als dat Luxie is. 9 maanden jonger. Maar ze komt uit Engeland. En in Engeland kennen jullie niet het Sinterklaasfeest, hè? Maar hier gaan we wel Sinterklaas vieren. Maar jij bent een Piet. En de Pieten, die stoppen cadeautjes in de schoenen van alle kindjes. En als Sinterklaas dan aankomt, dan hebben ze een hele grote boot. Met allemaal cadeautjes voor alle kindjes. En als je dan vanavond jouw schoen zet, en dan ga jij een liedje zingen. En dan gaan we een tekening erin doen. En dan wordt het voor een paard. Of een tomaat. Een wortel voor paard of een appeltje. Kom hier, jongen. Of een mandarijn wel. Oh. En dan gaan we slapen. En daarna gaan we slapen. En de volgende dag zitten cadeautjes in onze schoenen. En dan de volgende dag zit er een cadeautje in je schoen. Aha. Ik weet nog niet of het kwartje helemaal valt. Nee. Maar dat gaat misschien wel gebeuren als ze dat vandaag gaan doen. En dan ga je Sinterklaasliedjes zingen. Ken je een Sinterklaasliedje? Zullen we er eentje zingen? Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. We gaan straks kijken op de televisie, want er komt de echte Sinterklaas aan met een grote stoomboot. Die kun je op de televisie zien. En daar zijn alle kindjes staan bij de kade te wachten. En die zwaaien dan naar Sinterklaas en alle Pieten op de boot. Kijken of de Sinterklaas en de Pieten kunnen zien in het echt. Is dit een goed idee? Ja. Ja, hè? Nu gaat ze nog even lekker spelen met de poppen. Okay. En met de nichtjes. En vandaag is het bakjesavond. Dus ik krijg nee, vandaag is geen bakjesavond. Nee, dat speelt ze. Nee, maar anders heb ik niet in mijn schoenen. Dat speelt ze. Dusje zal even lekker drinken bij mama. Dusje gaat zo lekker naar bed. Eerst nog even lekker spelen op de speelzolder. Ik ga kijken wat we zo meteen gaan doen. En dat ik misschien vandaag de schoen kunnen zetten. We proberen het daarna een beetje uit te leggen van de schoen zetten. Nou, jullie horen op de achtergrond daar Daniel met de bladblazer. We hebben dit alvast opgezet. Over 26 minuten begint de intocht van Sinterklaas op de televisie. Nou, Sinterklaas! Is dat Sinterklaas, zusjes? Nee. Schattig, hè? Lief, je kunt hem gewoon zo vasthouden, hè? Ik kan dit niet meer zo bij Lucius doen. Nee, Lucius is daar veel te druk voor. Ja. Lucius, hij is nog lekker rustig, hè? Ja. Lekker rustig. Ja. Kijk, dit is de aftelkalender. En we zijn bij de boot aangekomen. En dat betekent dat Sinterklaas vandaag is aangekomen, Luxie. Ja. Nog 25 minuutjes, jongens. Dat is het. Het is precies een jaar verschil. Grappig om te zien, hè, dat verschil. Ja, dan wilt hij Lucius nadoen. Doe dat maar niet, kijk. Luxie heeft bijna de boot helemaal ingekleurd. En dan is het niet meer per week aftellen. Maar dan gaan we per dag aftellen. Wanneer je pakjesavond hebt. En wat betekent dat hier dan een schoentje staat, Luxie? Wat betekent dat schoentje? Hier een schoen mag zetten. En is dat vandaag? Ja. Ja, hè? Kijk, dit is Sinterklaas en dat is een paard en dat zijn de pieten. Wauw, dat kan je mooi tekenen, Danai. Ja, ik zie inderdaad dat een paard is op het dak. En dit is Sinterklaas. Ja. En de pietjes zijn op de grond. Ja. Ik mag ook wat moois maken. Je mag ook wat moois maken. Pak maar. Kun je vanavond in je schoen doen? Ik ga vanavond in je schoen doen. Maar terwijl pap daar dus bezig is, zijn Danai, Lucilla en Luxie hier.
En jullie maken een tekening. Ik ga voor Sinterklaas. Sinterklaas, dat is mooi. Oké, daar hebben we papa. Hier, daar loopt hij. Helemaal daartussen. En kijk, over 17 minuten begint de intocht. Dus ja, het is zo'n live uitzending op YouTube. Omdat we een smart tv hebben we nog geen normale tv. Maar dan doen we het gewoon via YouTube live. Maar ondertussen maken ze nog even een mooie tekening. Mama is met Lucius naar bed gegaan. En Iris is kite even in het slaap van buiten. Maar dat is een beetje nu. Ik ga even kijken waar papa nou precies terecht is. En nou heb ik volgens mij ook weer een hele warboel. Ja. Door papa, maar ja, dat was wel even lekker verfrissend. Maar dat is nu wat we een beetje aan het doen zijn. Ondertussen liggen Lucius en Kite even lekker te slapen. En zijn Luxie en Danai in het spelen op de kamer. En de intocht die komt aan. En Gorinchem. En ondertussen hebben ze breiles van tante Iris gekregen. Ja, kijk. Ik kan het wel één keer laten zien. Ja. Je gaat hier onderdoor. Ja. Dan pak je het wol. Ja. Doe je van onder er één keer van boven er omheen. Ja. En dan haak je hem er zo. Haak je hem er weer eraf. Okay. En dan haal je die eraf. Tot dat rijtje weer is af. Ik kan best wel snel. Nou, leuk hè? Nou, tante Iris kan heel goed. Die doet echt ook een kleding en zo breien. Hè? Ja. Moet je nagaan hoe knap. Lang. Veel te lang. Drie uur voor dat poppetje. Maar dat is ook dan bedenken hoe ik het ga doen. Ja. Vastnaaien. Ja. En vullen. Ja. Dat is wel veel werk. Ja. Nee, zo. Leuk hè? Mama, Sinterklaas? Nou, ja. Sinterklaas ging op zijn baard met een hele oh, ging die baard waaien? Oh jee. Och, en het regent jongens. Kijk, we hebben allemaal regen op de televisie. Ja, maar dat zit helemaal dicht bij Rotterdam hè. Ja. Kijk, daar komen ze aan jongens. De boot. Daar komt de boot. En daar zijn alle kindjes. En dat is dan de Pieten. Zo aan het spelen. Kijk, zijn jullie hier aan het spelen? Hier. Op de kamer van Lucilla. Moet de baby slapen? Nou, she's ill and older. So she has two eyes. Mama, what is it? Oh. Oh, zo lief. Ja, dat vertelde tante Iris. Die vertelde dat daarna jij wilt graag zuster worden, hè? Ze wilt dan ook in het ziekenhuis werken, toch? Wat wil je later worden? Wil je later een dokter worden? I'm a nurse. Een arts. Ja, een dokter. Ja, is een arts. Een arts is een dokter. Ze wilt ook graag mensen weten. I'm beter a nurse. Een nurse. Een zuster. Zuster. Nurse. Nurse bedoel je? Ja. Ja. Okay, en ze wilt ook graag mensen beter maken. Tante Iris heeft ook in het ziekenhuis gewerkt. En dan wil zij dat er ook, zuster. Schattig. Ja. Oh. Vind je dat leuk zo, hè? Met een ijs spelen, hè? Ja. Ja. Ik ben halverwege de teugel gekomen. Dat gaat letterlijk zo hard met de regen nu, dat ik zeg time-out. Ik had wel mooie muziek op van Rembo. In eerste instantie ging het lekker, maar het blijft nu allemaal knakken en vastzitten. Dus ik moest er al met de armen helemaal in om weer vrij te krijgen. Dus hopelijk met droog zondag weer, op zondag of maandag. Doe ik de overgehelft. Hier ligt het ook. Eigenlijk allemaal klaar om het op te vegen. Maar het regent gewoon te hard. Ondertussen zijn we een hele tijd verder. De twee kleinste jongens die slapen nog. En wij zaten even net een broodje te eten. Maar Daniel die komt hierheen. Het is niet wat hè. Sorry, ik begon net. Ik zal jullie hem even laten zien. Kijk. Dat muziek op van John Rambo. Hij is helemaal. Het gaat heel hard met de regen joh. Het blijft allemaal kleven. Dus ik heb de voorkant wel. Maar dit doet het droog weer verder. Maar hoe is het om in de stad te zijn? Ja, of, zei ik nat. Dus als we nu met de kinderen naar het dorp gaan, dan zijn we allemaal nat. Ik denk dat het toch afgelast wordt, denk ik.
Ja, ik had afwacht het laatste moment, maar ik ben er even nat. Ja, nou, ik heb een tosti klaar. Ja, ik ga me even opwarmen. Het zonder weer wel. Ja. Ja, dat is jammer jongens, dat het weer, het is natuurlijk in de open lucht is er een Sinterklaas op het podium met diertjes zingen en zo. Maar ja jongens, als het dit weer is en dan met 6 kinderen het dorp in lopen, met allemaal paraplu's en zo, weet ik niet of we daar allemaal van vrolijk van worden. Het is jammer jongens, maar papa is helemaal nat geregend. De bladblazer door de tuin moest hij halen, want het werd erg veel blad en anders blijft dat blad vastplakken en dan krijgt hij het niet meer af. Dus, maar goed, we zitten eerst even lekker nog een broodje te eten voor de lunch. En dan wacht het nog even af. Wat is geen broodje? Een tosti. Voor de lunch. En de jongetjes slapen nog, de twee jongsten. Ja. En anders gaan we gewoon lekker thuis Sinterklaas vieren. Ja. Toch? Dan gaan we liedjes opzetten. Dan gaan we hier zingen en dansen. Lekker chocomel. En lekker chocomel. Kruidnoten. Ja. En dan mogen jullie vanavond de schoen zetten. Ja. Nou, de jongens die zijn wakker en ze zijn samen op de autootjes aan het spelen. Allebei vinden jullie het autootje leuk. Nee. Ja, ja, je neus. Heb je hier ook in je neus? Kom maar kijk, ik kan ergens naartoe lopen. Zo. Mama, ik kan ergens naartoe lopen. Nee, dan moet je schuiven. Zo, dan moet je schuiven. Nou jongens, het regent puikstelen buiten. Ja. Dus we gaan gewoon lekker binnen blijven. En binnen lekker spelletjes spelen. Ja, ik denk het wel. En we kunnen vanavond lekker de schoen zetten. Luxie die wil een spelletje spelen. Dol. Dus dit. En daar zijn Lucilla en Luan zijn aan het breien. Met tante Iris. En Luan is aan het haken. Tante Iris kan ook haken. Lucilla is hier lekker aan het haken. Ja, ik moet het breien. Dus dit trouwens. En dit is haken. Dat zijn dunnere touwtjes. En dat is ook een ander motiefje. En daar kun je ook armbandjes van maken, hè? Mm-hmm. Alleen ik moet eerst even het knoopje eruit halen. Ja. Dat zijn andere touwtjes. Ik heb hem eruit. Wacht, dan moet ik iets meer zo pakken. Zo schattig, hè? Die twee zo. Ze zitten allebei nog in de meifase, natuurlijk. Dus samen spelen is op deze leeftijd een lichtelijke uitdaging. Laat maar zien, Luusjes, hoe die gaat. Die loopt hierheen. Kijk, ja. Regen buiten. Dat was de glijbaan. Hij ging hard, hè? Kijk, een beetje regen. Het is regen buiten. Regen buiten. Dat is Luusjes. Die is het doktertje aan het spelen. I'm here. Kijk dan hoe schattig hij loopt. Oh, ho, ho, ho. Ik dacht even dat hij de tuin ging lopen. Hij zag dat het glas was. Nou, hier nog verder gaan met het punneken en het haken. Ga ik je verder met Luxie, want die wilde graag doorhof. Ja, je mag het wel even laten zien. Ja. Deze kun je hier onderdoor. Ja. Pak je het, ja, omheen. En dan pak je deze en dan doe je deze ene eraf. En dan doe je deze eraf. En dan kan je opnieuw beginnen. Dus dan krijg je steeds een rijtje meer. En ik ga een sjaal maken. Mooi, Sil. Ring. Gaan we op zoek naar de ring, jongens. Kijk, daar. Zo. Aan die kant op. Gaat in één keer goed. Yes! Daar ben jij weer. Mama, jij bent. Oh, Lena. Mama, jij bent. Boom. Ja, mama is weer. Mama pakt de spin. Tante Iris en Pio, dit is ja, mooi, hè? Het zijn de knuffeltjes van de Nanny van Kite. Nou, we wilden toch even een frisse neus halen. Ik ga er binnen. We wilden toch even een frisse neus halen met 6 kinderen binnen. Maar dit is wat het is, jongens. Kijk, het is regen, hè? Het is regen. Ja, kom maar, Antje. Kom maar. Gaan we lopen door de regen. Even een frisse neus halen. Aangezien we met 6 kinderen binnen zitten. En nou, ik moet zeggen dat ze wel prima plek is genoeg in huis om te spelen. Alleen, denk ik, we gaan even lekker een frisse neus halen buiten. Ondanks de regen. Maar dit is dus het weer.
Ja, en om dat met dit weer in de Sinterklaas gebeuren te staan. We zagen vrienden van ons, die waren wel in het centrum. Die hadden een foto geappt. Met alleen maar wat mensen met een paraplu. En je kon niks zien. Ze zeiden, nou je mist niks. Blijf maar thuis. Dus vandaar dat we gewoon lekker thuis zijn gebleven. En lekker via de televisie hebben gezien. En ach, de kinderen die vermaken zich wel heel erg. Ze zijn ontzettend veel aan het spelen vandaag met elkaar. Dus dat is echt super leuk om te zien. En heel veel quality time natuurlijk met tante Iris. Kijk dan, ze gaan gewoon op de steppen in de regen, jongens. Ja. Ja, hoppa. Dit doet. Hey, Luan. Het is wel weer typisch Nederlands weer dit, jongens. Bah. Voor mij mag dit weer overgeslagen worden. Kijk dan. Dag, Lexie. Ja. Nou, tante Iris heeft ook wat gepakt. En in met de handen. Ah. Oh, en Kite die stampt in de plassen. Dat is lekker, hè, jongen. We zijn ondertussen weer lekker droog binnen. En we gaan zo'n lekkere warme chocomel drinken. En ik heb natuurlijk lekkere Sinterklaas lekkernij voor op de tafel. Dus dan zitten we lekker chocomel te drinken met slagroom. Dan gaan we naar de Sinterklaas film kijken. Van Luan en Lucilla, waar ik ze allebei in speelden een paar jaar geleden. Kijk. Komen we alsnog nog lekker in de Sinterklaas stemming. We moeten ervoor zorgen dat alles sneller geneest en dat zal het langzamerhand weer een stuk beter voelen. Super! Nou, dankjewel. Dan kan ik nu naar het kasteel gaan, hè? Oh. Rustig maar, anders raak je nog gewond in het bos. Oh ja. En dan kan je mooi nog wat langer blijven. Sorry hoor, maar wat zei jij? Ondertussen is het alweer een hele tijd verder en is Lucinda nog steeds heerlijk rustig aan het breien. Moet kijken wat voor stuk ze al heeft gemaakt. Wat een hele mooie sjaal. Mooi Sil, staat leuk bij je pietpakje. Een sjaal. Sjaal toch op de daken? Hey. Ja. Dat is wel een goed idee. Kijk, nu hebben we nog een lusje verder. Ja. En dat al deze lusjes verder zijn, is er weer één rijtje. Ja. En dan begin ik weer overnieuw. Ja, dat is een heel karwei, hè? Mm-hmm. Nou, ondertussen zien jullie, is het al vrij donker buiten. En ben ik lekker aan het koken. We eten lekker. Ik heb aardappeltjes, patatjes in de airfryer. Met lekkere kippendingetjes. Kippetjes voor de kinderen en weer lekker wat groenten. En dan gaan we zo lekker aan tafel. En als ze het dan zo meteen op hebben voordat ze naar bed gaan, dan mogen ze de schoen zetten. En dat. Met de naai en met Kite. Ja, mama, zou Sinterklaas ook wel de cadeautjes voor hun mee hebben genomen? Oh, ik denk vast wel dat ze wat voor de naai en Kite ook hebben. Ja, vast wel. En ze zijn er al sinds gisteren, dus ze zullen de spiekpieten vast wel opgemerkt hebben. Toch? Ja. En als ze heel hard meezingen, nou, ze kennen de liedjes niet echt. Ja. Maar als we extra hard zingen, dan komen er vast en wel extra cadeautjes in. Einde. Er is ook ijs en de naai erbij. Dus je moet nog een extra cadeautje. Misschien kun je dan een briefje in de schoen doen. Dan kun je ook voor mijn neefje en mijn nichtje iets in de... Ja, maar dan zijn we denk ik toch te laat. Ja, dan zijn we wel te laat. Dan komen ze en dan denken ze, oh, maar ik heb hem net niet mee. Ja, nee. Dat is slim. Maar ze hadden wel al tekeningen gemaakt vandaag, hè? Ja. Dat wel. Het was een heerlijk relaxed dagje rondom huis, jongens. De kinderen hebben ontzettend veel gespeeld binnen. En nog een dag. En heel veel gebreid. We hebben de Sinterklaasfilm gekeken. En het was gewoon chocomel gedronken. Heel even in de regen buiten gespeeld. Het was niet lekker voor buiten. Dus we hebben ons heerlijk met alle kids binnen vermaakt. Ja. En het was een lekker dagje, hè? Met je neefje en je nichtje. Ja. Fijn dat ze er zijn, hè? Ja. Ja, Lucilla zei gisteren al.
van een mam. Het voelt net alsof het een broertje en een zusje is, hè? Ja. Zo zijn ze, hè? Die loopt hij weer voorbij. Het is schattig hoe die zo waggelt. Hij spiegelt ook heel veel. En een grote ogen heeft hier zo'n moedervlek. Ja, hij is super schattig. Hij is echt super schattig. De moedervlek heeft een fluo. Ja, hij heeft ook een moedervlek. Ja, dat klopt. Ja, ja. Ik heb ook een moedervlek bij mijn navel. Bij je navel, ja, dat zie je niet zo goed dan, hè? Als ik het topje draag. Ja, het topje draag. En kijk eens, jongens, dit is het leven met 6 kinderen. Nou, schat, hè? Het is letterlijk en vuurlijk het huisje vol. Gezellig, hè? Kijk dan, met de neefjes en de nichtjes bij elkaar. Pas precies. Ah, zo schattig. Dus pak die maar. Kom. Ja. Neem die maar mee. Nou, Luxie. Maar mama, weet je waar de tekeningen zijn? Ja, de tekeningen die hadden jullie vanochtend al gemaakt. Kijk, deze tekeningen hadden ze al gemaakt. Deze. Die is van de naai. Die is van jou. En dan moet je hem oprollen. Nou, de tekening oprollen. Kan je dat ook oprollen in je tekening? Mm-hmm. En kijk, dit is handig. Mama. Oeh, daar is jouw schoenjongen. Nou, zet hem er maar neer. Die erin? Ja. Die erin doen? En dan gaan we nog even kijken of we wat voor het paard kunnen vinden. Ja, dat mag een wortel. En weet je waarvoor die is? Die is voor het paard. Want het paard van Sinterklaas loopt straks over de daken heen. Met Sinterklaas. We got carrots. Ja, dan zetten we die hier neer. En als we dat allemaal hebben gedaan, dan is er nog één ding wat we moeten doen. Zingen! Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, Sinterklaasje. Gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Hij komt, de lieve goede Sint. Wat brengt hij jou en mij? Hij komt, de lieve goede Sint. We zingen en we springen en we zijn zo blij. Dan hebben we nu heel veel liedjes gezongen. Mm-hmm. En dan is het nu hopen dat ze vanavond langskomen. Ja. Nou, dan morgen als je wakker wordt, ja. Gaan we kijken of er wat is gebeurd. Moet je niet zien. Nee, morgen met z'n allen, als we tegelijkertijd wakker worden komen, gaan we kijken of er wat is gebeurd. Ja. Goed? Ja, hè? Morgenochtend zijn we benieuwd of de pieten bij ons ook langs zijn geweest. Maar dat zien jullie en wij ook weer morgen. Voor nu zeggen jongens, vond je weer een leuke vlog. Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren, klik op het belletje. We zien je morgen weer een nieuwe vlog. Doei. Tot morgen. Doei.